try to keep it on low. We zijn nu op Schiphol en we gaan op vakantie. We gaan naar Italië, 1 hele week. Ik ben super zenuwachtig, omdat ik nog allemaal werkdingen moet doen. En Johan is mijn tijdschrift aan het jatten. Niet best. We hebben eerst 2 dagen in een heel chill huis met een mini strandje en allemaal citroenbomen. Er staat al een flessen huisgemaakte limoncello op ons te wachten. Dus waarschijnlijk zijn we 40% van deze vlog overtrokken. Just to know we here. Sounds at the ear. We zijn aangekomen en het is hier zo mooi en rustig. We hebben een eigen appartement tussen allemaal citroenbomen en het is echt waanzinnig. Ik wil even een mini tour. Woonkamertje, sterrenvloer, Jordi. Hier hebben we 1 slaapkamertje, lekker badkamertje, nog een slaapkamer en nog een badkamer. En check even hoe mooi deze omgeving is. Je hoort gewoon niks. Hier staat onze Italiaanse auto. En dat is het. Super blij. We gaan nu eten. Dus ik heb een soort pyjama pak aan. Alleen dan dat het er ook nog semi leuk uitziet. Ik wilde net gaan vertellen hoeveel ik ging eten. Namelijk voorhoofd en nagerechten. Het eten is zo lekker. Alles wordt hier gemaakt. En ze hebben artisjokken. Pasta met scampi's. En nog meer pasta en citroentaart en dat soort dingen. Oké, en waar verheug je het meest op? Citroentaart. Waarom? Omdat dat het lekkerste van de wereld is en een soort fruitsalade. Goedemorgen, ik ben net wakker en toen zag ik dat het bed leeg was. Dus ik dacht, of Jordi is ontvoerd door Italiaanse gangsters of zo, of hij is al lekker op pad. Dus ik heb hem even geappt en hij is ergens aan het sporten. Dit is echt hilarisch, want ik ben natuurlijk de minst sportieve persoon ever. En nu gaan we even een ochtendswim doen. Dus ik heb mijn nieuwe badpakje aan. Love it! En ik ga hem even proberen te vinden ergens tussen de citroenbomen. Uiteraard ben ik verdwaald, dus ik loop hier nu een beetje in mijn eentje. Hallo! Geen idee waar ik heen moet. Waar is die jongen? Dan denk je, oh, iemand kan nooit ver zijn. Eerste bocht rechts. Ja, wat zijn dat voor instructies? Moeilijk, moeilijk. We zijn lekker in de auto gaan cruisen en nu zien we ergens strand. Dus we gaan even kijken of we hier op kunnen. Het ziet er heel blauw en lekker uit. En ik zie er vooral heel wit uit. Dus ik hoop ook dat ik daar iets aan kan doen. Ik werd vanochtend al uitgelachen door de jongen van het ontbijt. Over hoe wit ik was en hoe wit mijn armharen zijn. Super. Dat was echt een super lekkere chill dag. Zo fijn om even helemaal chill en make-uploos en gewoon met dit door het leven te gaan. En we stappen nu in ons heerlijke autootje. Serieus, dit is zo'n droomauto. Piepklein en romantisch en Italiaans, maar wel met een dak dat open kan en muziek en airco's. Echt fantastisch. Kijken of we wat pizza kunnen scoren, heb ik ook wel zin in. Hoe lekker is Italiaans eten, is niet normaal. I never had nothing to blame, oh. Yeah, all my problems seem mundane, yeah. Hey. Ik heb echt allemaal zonnebrand en zout in mijn haar, dus dit is mijn eeuwige kapsel. We zijn best wel bruin geworden, toch wel. Beige? Ik ben echt wel licht beige. Oké, we hebben een resto gevonden en het is aangedaan door locals, er zitten alleen maar Italianen en er is één en al blauw TL licht. Het is heel gek, want je denkt dat Italianen de meest stijlvolle mensen op aarde zijn, maar het ziet er zo... Ja, nou ja, misschien ben ik een snob, maar het ziet er gewoon niet zo goed uit. Wat er wel goed uitziet, zijn de enorme wijnglazen. Voor degene die ook wel eens Cougar Town hebben gekeken, dit is de reïncarnatie van Mick Call. Cheers. Goedemorgen, we zijn net wakker en hallo. Ja, mijn batterij viel even uit. Maar we moeten alweer uit dit super lekkere huis. Echt zet. Het is hier zo mooi en fijn. Best wel droevig. Maar nu gaan we lekker cruisen en op zoek naar een ander strandje. En nog meer pizza's. Ook chill dat je gewoon meteen beachhaar hebt als je bij een beach bent. Top! Gaan we weer. Woep woep.
serieus, hoe fabulous is dit Italiaanse gepimpte Volkswagen busje? Echt een gevulletje van Pimp My Ride Deluxe. Dit wil je toch? Zo leuk! Oh my god! Ik heb vandaag een nieuw jurkje aan. En mijn eigen espresso die ik voor Fred heb gemaakt. Die loopt echt als wolfjes. Zo heerlijk. Heel blij mee. Terwijl we hier aan het cruisen zijn, komt er een hele lieve Italiaanse man op ons afgerend. Die ons wil vertellen waar we zijn en wat de strandjes hier zijn. En nu gaan we hier even in een piepkleine resto wat snacks eten. En dan naar een soort klein strandje, want een kwartier lopen is ofzo. Wat vind je van tot nu toe van deze trip? Super nice. Echt heerlijk wel, hè? Lekker Italiaans tripje. Oh, zo'n lekker tripje. Italië is echt heel leuk. Het is hier ook heel romantisch. Als je op honeymoon gaat, is dit echt wel een aanrader. Joost, lekker vrienden aan het maken. Het is even een partij mega smullen. We hebben een soort slushpuppies. Van citroen met suiker en water. En je zou nooit denken om hier te stoppen, want het ziet er echt niet uit. Maar het is natuurlijk super lekker allemaal. Smullen, oh heel lekker! Zullen we hier blijven wonen en dik zakken worden? Is goed. Oké. Ik zie er wel een beetje bol uit. Dit is wel een partijtje genieten hoor. Kijk, deze resto. Hallo! Dan een lonietjes. We zijn dus al een half uur of zo aan het wandelen en nog steeds is de zee fucking ver weg. Oh, ik krijg helemaal anxiety van hoeveel ik dan ook weer naar boven moet lopen, waar ik natuurlijk nul conditie voor heb. En nu staan we dus op een pad waar we niet weten of we links of rechts moeten om dan toch bij die zee te komen. Wat te doen? Links of rechts? Wat denk jij? Links? Eindstand. Er is hier helemaal geen strand. Ik ben echt wel helemaal pissed off. We hebben al een uur gewandeld of zo. Nu staan we hier. Dan kan ik niet meer verder. Het leven is weer goed, want we hebben snacks. We zijn nu in een bakkerij. Hallo. Waar we van alles proberen. Bijvoorbeeld deze kleine snackjes. Hallo. Ja. Dit. Hallo. Goedemorgen. Een lekker padvindersloekje, want we gaan vandaag naar de ruïnes van Pompei. Het is namelijk heel bewolkt en regenachtig. Dus ja, we gaan weer een klimdag tegemoet. Volgens mij heb je mij getrackt in een actieve vakantie. Dit bevalt me helemaal niks. Zes met mini eten. Mini bagels! Een mini hoorn zit erop. Dan Pompei. Even lekker amfitheatertje meevatten. Het ziet er wel zeer indrukwekkend uit. Het is zo gek om niet te beseffen wat hier allemaal al is gebeurd qua geschiedenis. Gladiatorengevechten. Nu gewoon heel veel selfies. We rijden nu een piepklein mini dorpje binnen. Waar je volgens mij niks kan eten, want alles is nog dicht. Maar het is zo lekker van die verlaten strandjes. Echt te gek. Goedemorgen! Vandaag wordt onze eerste echte stranddag en daar ben ik super blij mee. Ik heb zoveel mijn gewulten. Ik word de hele tijd gepakt. Als ik me net nog even niet heb ingesmeerd, dan gaan ze los. En nu gaan we op ontdekkingsreis naar een soort grot of zo. Waar je ook kan zwemmen, dus dat klinkt wel heel leuk. Wat heb ik vandaag aan? Een lekkere wapperjurk. Die ook de hele tijd open wappert dat je zo in je vagina loopt, maar prima. Just to know we here. Kijk eens wie we daar hebben. Hoe leuk is deze nieuwe bikini? Van Love Stories, broekje. Cute.
En zoals jullie zien ben ik echt nog heel licht. Dus het is vrij triest. Het is ook wel best wel bewolkt de hele tijd. Ik weet niet of je het goed kan zien, maar het gaat langzaam. Maar het is wel super perfecte temperatuur. It's never coming, I was laying low, bumming with my thought cut up to something I was so. Goedemorgen, ik heb lekker een mega slaaphoofd. We zijn net wakker en we moeten heel snel ontbijten, want blijkbaar staat onze auto op een plek die morgen voor een of ander zangkoor is gereserveerd. Dus we moeten over een half uur overal weg zijn. Toch gaan we even ontbijten, het ziet er fantastisch uit. En daarna weten we het nog niet, even plannen smeden. Check deze mini croissants en mini red velvetjes. En het uitzicht bij het ontbijt. We zijn net verhuisd van hotels en nu gaan we hem even chillen met dit uitzichtje. Date night! Elke dag moeten we natuurlijk even een ijs eten. Hallo! Hoe ver ik de camera omhoog moet houden. We zijn nu in Ravello en het is zo'n mooi mini dorp. Er gebeurt vrij weinig en het is echt prachtig en zo fijn om te zijn. Echt een aanrader. I never had nothing to blame. Hey, all my problems seem mundane. Fabulous. I never felt like I'm the same. So I try to keep it on low. Er zit gewoon kaas in de pizza. Het is onze laatste dag. Zo sad. Ik wil niet naar huis. Het is hier zo fijn. Ik kon ook de hele nacht niet slapen omdat ik allemaal werk anxiety had. Niet oké. We zijn nu in een klein dorpje dat Ravello heet. We hebben dus nog één nacht en ik hoop eigenlijk dat we naar Positano gaan. Wat gewoon zo'n mooie plek is. Maar ik weet niet zeker of dat gaat gebeuren, want het is toch wel anderhalf uur vandaan. En we zijn nu lekker hier aan het chillen. Er is hier dus één kind, wat zo grappig is en me zo doet denken aan een kleine versie van mezelf. Ze heeft de hele tijd funky badpakjes aan. Met bijvoorbeeld rood met wit geblokt. En net had ze een klein emmertje waar chips in zat. Dit is mijn toekomst als ouder zijnde. Fantastisch! Terwijl sommige mensen deze snacks eten, zijn sommige mensen heel sportief. Oké. Check ook even hoe enorm die wijnglazen zijn. Ojo. Yay, we zijn weer helemaal opgefrist. Nou ja, ik tenminste. En nu gaan we terug naar de buurt van Sorrento. En dan gaan we, hoop ik, ook naar Positano, waar ik super graag heen wil. Omdat je daar hele mooie eettentjes en uitzichten en een heel klein jazzclubje hebt. Waarbij je over de hele halfkust uitkijkt. Lijkt me super leuk. Dus lekker even cruisen en dan eten. En dan gaan we alweer naar huis morgenochtend. Shit! Italië is echt geweldig. Ik zal op de een of andere manier ook een soort round-up doen van de leukste plekken. Of het nou in een blogpost wordt of in een video, dat weet ik nog niet. Maar ik zal ervoor zorgen dat jullie al deze tips ook terug kunnen zien. Check deze Instagram husband. Op blote voeten. Dit is zo grappig. Er is weer een of andere voetbalwedstrijd bezig. En alle mannen verzamelen zich voor de tv-schermen.